afgelopen week had ADO Den Haag een heel bijzonder moment. Een bijzonder moment waarin de club en China elkaar raakten. Niet voor het eerst. Kijk maar even naar deze korte impressie, want ADO en China hebben al een korte historie samen. Het laatste jaar zijn er al meerdere contacten geweest tussen ADO Den Haag en China. Begin september bijvoorbeeld. In een oefenwedstrijd bij Excelsior in Rotterdam speelde de Chinese middenvelder Wang Chu een puikenpartij in het combinatieteam van ADO Den Haag 1 en ADO Den Haag 2. Na de wedstrijd tegen Excelsior kwamen een groot aantal Chinese bedrijven, een aantal zelfs helemaal over vanuit Beijing, kijken naar de training van Wang Chu. ADO trainde op dat moment op het veld van Scheveningen. Later was Wang Chu weer terug voor een testwedstrijd van ADO Den Haag bij HBS. Later die dag had Dong Dao namens ADO Den Haag een grote groep Chinese bedrijven uitgenodigd voor een receptie in het Atlantic Hotel in Kijkduin. Logeerde de Chinese record-international Li Ming, zeg maar de Chinese Johan Cruijff, ruim een maand in het Kurhaus Hotel in Scheveningen. Zo was hij, samen met onder andere Martin Jol en Mr. Go Ahead Eagles Dick Schneider, aandachtig toeschouwer bij de wedstrijd tussen ADO en Go Ahead Eagles. Vooruitlopend op het tekenen van het sponsorcontract met Dong Dao maakte ADO het mogelijk dat Li Ming's 11-jarig zoontje Sam wekenlang meetrainde met ADO Den Haag onder 11. Grappig genoeg hebben de beelden die we nu laten zien ook het Chinese journaal gehaald. Ze zijn bekeken door vele tientallen miljoenen mensen. Geen enkele actie van een ADO-speler haalde dus ooit hogere kijkcijfers dan deze bewegingen van Li Sam en ADO Den Haag onder 11 jaar. Naar de afgelopen week. We beginnen met een impressie van een bijeenkomst afgelopen woensdag, waarbij bekend werd dat Dong Dao, een Nederland opererend Chinees bedrijf, voor het komend jaar de shirtsponsor wordt van de jeugdopleiding van ADO Den Haag. Ook werd bekendgemaakt het shirt waarin de spelers van de jeugdopleiding volgend jaar gaan spelen. Helemaal grappig was dat bij de bijeenkomst ook aanwezig waren alle spelers van ADO Den Haag die op dit moment uitkomen voor vertegenwoordigende elftallen. Een aardige impressie.
Let's go!